familiebezoek of om het Nationaal Cello Concours te winnen, zoals in 2012. Wonderschone elegie van Gabriel Fauré. Alexandre Tarot en Harriet Krijg.
Sonatas van Domenico Scarlatti. Thank you.
Ja, van de veelzijdigheid van Alexandre Tarot is al het een en ander gebleken. Maar wat hij nu gaat doen is wel heel bijzonder. En dat doen weinig pianisten hem na. Hij gaat musiceren met Alberto García. De naam Alberto García klinkt Spaans, maar het is een van de grootste flamenco-zangers van Frankrijk. Sinds zijn kinderjaren wordt hij al omringd door flamenco-zangers en andere muzikanten. Hij treedt op met de meest uiteenlopende Spaanse en Franse muzikanten. En zo'n 5 jaar geleden ontmoetten Alexandre en Alberto elkaar. En sindsdien zijn zij een graag gezien duo. Wat ze gaan doen is... augustus, 6:10 op NPO 2. We maken sowieso een afspraak. Tot volgend jaar! E con el tran, 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 en la fragua. Con qué penita van Amsterdam. Vandaar deze ode aan Amsterdam.